meer aan. Ah, chef. En Peter de Graaf, jij bent van Henk Peters, zoals we allemaal kennen. Je hebt een proeverij georganiseerd en het loopt als een trein. Ja, dat klopt. We hebben een proeverij georganiseerd met collega's. Meat Fish, ja. Op die Day, Cater World. Gewoon om elkaar de krachten te bundelen en ja, mensen toch een beetje de kennis te laten maken met wijnen. En met de producten wat ja, de andere mensen leveren. Ja. En ja, zoals je ziet, het is echt gezellig druk. Ja. Heb je nu dit moment speciaal uitgekozen, zo tegen de herfst, tegen de winter aan? Ja, we hebben het de eerste keer even in juni gedaan. En dan zit je eigenlijk net voor de zomer. Of nou, dan zit je in de zomer en dat is toch een beetje niet zo'n gunstige tijd, zeg maar. Mensen zijn meer met vakantie bezig dan met wijn drinken. Dus vandaar dat we het in oktober gedaan hebben. Ja. Meer richting de kerst. Ja, is wijn populair? Ja, heel populair. Ja. Wijn wordt steeds populairder. Mensen drinken veel meer wijn dan vroeger. En ja, dat merk je gelijk in je wijnconsumptie, zeg maar. Hoe zit het nou? Drinken we allemaal rood, rosé of wit? Heel verschillend. Ja, in de winter is weer meer rood als wit. En zomers is echt rosé. Maar er zijn mensen die drinken het hele jaar rood, er zijn mensen die drinken het hele jaar wit. Dus ja, dat is echt heel verschillend. Je hebt er ook een aantal mensen staan die er echt verstand van hebben, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ik heb een paar leveranciers uitgenodigd, een paar importeurs. Ja, die kunnen veel meer vertellen over de wijnen. Ik kan gewoon een beetje rondlopen, mensen begeleiden van, nou, dit moet je even proeven, dat moet je proeven. Ja. En hun kunnen weer de mensen meer begeleiden van, jongens, dit is lekker, dit is deze smaak. En ja, die weten van het land en van de wijnen veel meer af. Pik je er zelf ook nog wat van op? Ja, ik weet wel wat ik verkoop. Maar hun weten nog meer dingen. Kijk, ik heb over de 300 wijnen staan. En om daar echt tot en met de details in te weten hoe en wat, dat is heel moeilijk. Ja, hoe is het met de liqueur? Loopt dat ook een beetje in Bunschoten? Ze drinken genoeg in Bunschoten, ja. En ook de liqueuren, dat is, we hebben nu ook met bieren, daar zijn we ook mee bezig. Steeds meer bier, ondertussen een soort of 60, 70. Dat is ook weer heeft ook weer een vlucht genomen, speciaal bier. Hartstikke leuk. Eventjes een stukje actualiteit, Henk Peter. Vandaag in de Telegraaf Heibel rond Borrelshop. Dat jullie slijters zijn razend kwaad op de Jumbo en alle andere grote winkels, dat ze hun eigen borrelshopje hebben. En dan moet je bellen en dan komt er iemand. En terwijl jullie gespecialiseerd zijn, hoe vind jij de actie van jullie slijterijvereniging? Ja, ik vind het terecht. Wij moeten aan allerlei verplichtingen voldoen. We moeten vergunningen hebben, we moeten diploma's halen. En bij hun moet er eentje in het pand rondlopen die aan de verplichtingen voldoet. Ze drukken op een belletje en er komt iemand aanrollen die er niks van af weet. Die dus gewoon alles verkoopt en die verkoopt en sigaretten en ja, dat kan allemaal niet. Is het een concurrent voor jullie? Het is gewoon een concurrent van ons. En ja, net wat ik al zeg, wij moeten aan alle verplichtingen voldoen en hun mogen het erbij doen. Ja, absurd. Absurd dat er toestemming voor is. Dus je steunt die actie, zeg maar? Ja, we steunen echt die actie, absoluut. Wij kijken er even rond. Het is hartstikke gezellig en ik wens je goede zaken. Ja, dankjewel. We zijn hier op de proeverij, op de Zuidwenk. En ontmoeten hier natuurlijk Steven van Dierme van Meat and Fish. Steven, nou komen we de naam overal tegen. Vertel, wat voor soort bedrijf is dat? Wat voor soort bedrijf is dat? Nou ja, de naam zegt het al, dus meat, fish, vlees en vis. Ja. Op zich niet kant en klaar, dus het is echt de bedoeling dat je dus gewoon zelf je producten thuis klaarmaakt. Dus je kan vlees bestellen, vis bestellen. Maar goed, daarbuitenom doen we ook feesten, partijen, barbecues, wat je maar wil. Bijvoorbeeld de samenwerking ook met Henk Peter. Dus organiseer je een feestje, kan je bij mij ook de drank bestellen. Betaal je hetzelfde als bij Henk Peter, alleen dan komt het vanaf één adres uw kant op, zeg maar. En begreep ik dan, want ik heb even op internet gekeken, dat dat een online situatie is of kun je ook ergens in een winkel iets kopen? Nee, ik heb geen winkel. Dat wil ik ook niet. Ik werk inmiddels niet meer alleen, maar ik ben net anderhalf jaar bezig. Dus het afgelopen jaar heb ik wel veel alleen gedaan. En als je dan mensen over de vloer krijgt, dat houd je van je werk af en dat kost veel tijd. Dus ik heb eigenlijk vorig jaar gezegd, weet je, zeg maar gewoon wat je hebben wil, zeg ik wat het kost. En dan is de keuze aan u, of u het wil hebben of niet. En dan kom ik het brengen. Ik ben nu wel bezig met een webshop. Die moet voor december gaan draaien. Dan wordt het allemaal wat duidelijker. Dan kan je eigenlijk online gaan shoppen, zeg maar. Hoe ver gaat dat? Mijn schoonmoeder woont in Schin op Geul. Kom je het daar ook brengen? Waarom niet? Ik vraag maar even, hoor. Kijk, elk begin is een begin. Dus kijk, als iemand zegt van joh, ik wou 100 kilometer verderop, kom je het brengen. Natuurlijk zit er daar vragen aan vast. Maar ik zeg altijd, joh, doe je het niet, heb je niks. Ja, precies.
Maar je kunt, het is zo dat je zelf moet weten welk stukje vis of welk stukje vlees je wil bestellen of kopen bij jou. Ja, of kun je ook adviseren, want ik heb vanavond dit, wild, het is nu wild, hè? We zijn allemaal aan het wild in de herfst. Ja, het is nu, je hebt nu wildseizoen, dus ja, je hebt allerlei soorten wild, joh, konijnen, fazanten, noem het maar op. Dus dat kan allemaal. Kijk, ik ga ook niet al mijn producten op de webshop zetten, want dan ja, misschien uiteindelijk wel, maar het gaat gewoon heel ver. Er is wel een mogelijkheid om vragen te stellen straks op de webshop van heb je dit of heb je dat. Ja, in principe hebben we alles. Eventjes hoe we jou kunnen bereiken, hoe werkt dat? Bellen, mailen, appen. Noem eens een nummer of een website? info@meetfish.nl. Ja, enthousiaste Henk Peter. We kennen hem allemaal van de lekkere drankjes. En natuurlijk altijd boven de 18, maar goed, dat wist je al. Hè. We gaan nog even rondkijken en het is erg gezellig. We doen ook nog een borreltje mee. Tot de andere keer, dit was RTV Actueel.